Auto is op 100 meter van het startpunt. Rare stap aan de buitenzijde van Eklar Genielou en die gaat van de benen. Eklar Genielou springt, mispassen van Flo's Blues. Die begint als laatste, maar wel in draf. En zo gaan de paarden op weg. Uitgeschakeld, nummer 2, galop. Guric, die neemt de leiding, de 4. Guric wordt aan de buitenkant nu onder druk gezet door Espion, de favoriet. En Espion gaat de leiding nu overnemen. Espion, de nieuwe leider. Guric op plaats 2. Derde ligt Anne Leeman met Elan de Gaulier. Vierde plek aan de relingzijde is voor El Greco. El Greco vandaag voor het eerst onderweg in Nederland in een koers. En aan de buitenkant daarnaast ligt Dominique met Gerrit de Jong. En die wordt weer gevolgd door Arend de Vrede. Ook die heeft een mooie positie met Earthquake Ballet. Daarachter volgt Emperor Quick. En achter Emperor Quick aan de relingzijde Flo's Blues. Dat is het peloton dat bij elkaar ligt. Opening 1:17:05. Twee ronden te gaan nog. Een Espion leidt. Espion, tweede plaats voor Guric. Derde plek aan de buitenkant voor de nummer 10. Dat is Elan de Gaulier. En aan de binnenkant van Elan de Gaulier gaat nu El Greco naar voren. Daarachter ligt Dominique. Daarachter aan de buitenkant volgt Earthquake Ballet. En daarachter Flo's Blues, waarvan Rick Ebbingen nu probeert een hogere versnelling te vinden. Maar op dit moment is dat nog even wat lastig. Aan de buitenkant daarnaast ligt Emperor Quick. Zo gaan de paarden de rechte lijn overzijde in. De koploper doet het hoofdje wat scheef, maar draaft als een klokje. En dat is Espignon. Espignon, daarachter op plek 2 Guric. Derde plek aan de buitenkant. Eerste paard aan de buitenkant Elan de Gaulier. El Greco wil wel wat harder, maar dat gaat niet. Aan de buitenkant gaat nu wel heel hard Emperor Quick. Emperor Quick flitst zo het hele veld voorbij. Dat kan, want het ging 1:20:09. En zo gaan de paarden op weg naar de volgende bocht. Gaan ze de rechte lijn voor de tribune weer opzoeken. En Bakker staat nu onder druk van Emperor Quick. Een paard dat hij heel goed kent, want alles wat Emperor Quick zo'n beetje verdiend heeft, heeft hij met Bakker verdiend. En Bakker aan de binnenkant vangt hem op met Espignon. Espignon, Emperor Quick, zo gaan ze de bocht door. Dominique komt dichterbij. Door het derde spoor komt nu de aardbeving aan. Earthquake Ballet. Zo gaan de paarden de rechte lijn voor de tribune in. En we hebben nog een ronde te gaan straks. Heel compact peloton. En Emperor Quick neemt nu de leiding echt over. Emperor Quick is nu voorbij aan Espignon. Daarachter aan de buitenkant Earthquake Ballet. En daarachter volgt dan Dominique. 19-3 de tussentijd. Arend de Vrede nu in de aanval met Earthquake Ballet. En zo zijn we op weg in de laatste 900 meter. Gaan we de runnersbocht nog een keer in. Earthquake Ballet. Aan de binnenkant wordt hij weer opgevangen. En ook weer gepasseerd door Emperor Quick. Daarachter ligt Espignon. Emperor Quick die de tanden op elkaar zet. Daarachter Espignon op plaats 3. Vierde plek daarachter voor Dominique. En zo gaan de paarden de rechte lijn overzijde in. We zien in het achterveld wat paarden lossen. En we zijn inmiddels in die rechte lijn overzijde. Emperor Quick staat zwaar onder druk. Aan de buitenkant Earthquake Ballet. Het zijn de beide buren die het elkaar niet makkelijk maken. Roegers en de Vrede. 16-1 de tussentijd. En in de wachtkamer ligt Espignon. Helemaal aan de buitenkant komt nu Flo's Blues naar voren. Die gaat naar plaats 4. Ebbingen moest even een vrije spoortje vinden. Heeft dat vrije spoor inmiddels gevonden. En stoomt nu het hele veld voorbij. Achter hem aan komt trouwens Eklar Genielou. Zo zijn de paarden halverwege de Tjarda-bocht. En het is Emperor Quick die nog altijd leidt. Emperor Quick, daarachter op plek 2, Espignon. Aan de buitenkant Flo's Blues, helemaal aan de buitenkant Eklar Genielou. En zo zijn ze in de laatste rechte lijn. Paarden in de laatste rechte lijn en daar gaat Eklar Genielou van de benen. Leiding is overgenomen door Espignon. Aan de reling zijde Emperor Quick, Flo's Blues. Daar komt Eklar Genielou nog een keer terug. Tussendoor komt ook nog een aanval van Guric. Het is Espignon die leidt. Espignon, Espignon. Espignon wint. Guric is tweede. Derde aan de buitenkant waarschijnlijk nog Eklar Genielou. En daarachter Emperor Quick. 18-1 voor de winnaar. Close voor de plaatsen.